Wanneer je een lijn evenwijdig wilt tekenen aan lijn M en ook nog door punt A wil laten gaan, moet je de geodriehoek weer met de hulplijnen voor evenwijdig over lijn M leggen. De geodriehoek is nu niet groot genoeg. Daarom gaan we eerst een hulplijn tekenen. Je kunt nu gebruik maken van de hulplijn om naar punt A te komen. Behalve de grote hulplijnen zijn er ook kleine hulpstreepjes die je helpen bij het vinden van het juiste punt.